We zijn verdwaald in de haven. We rijden het doel binnen. Daar is het radius. Wow, I love it. Jesus. Oh my. Okay. Ja, in het kader van het ultieme Go Local staan we hier in Doel. Leentje, wat is Doel precies? Jij bent de local hier in Antwerpen. Doel is een klein dorpje dat moet wijken voor de Antwerpse haven. Ja, dat is 20 jaar geleden al besloten. Ja. Maar Doel staat er nog steeds. Ja, want sommige mensen die hier wonen, die willen er niet weggaan. En die blijven hier gewoon wonen. En Doel staat er dus nog altijd. Dus ja. Ze hebben misschien wel een punt. Misschien wel, hè. Maar Doel is wel helemaal leeg. Het is een soort pookdorp geworden. Kijk maar. Dit was het gekkenhuis. En daar zie je de kerstdraders die Doel ook heeft. Leuk. Hier is niks, alleen maar lege huizen met beroemde graffiti. Oh, verlatenheid. En wat verdwaalde toeristen. Oké, hier denk je, leuke bloemetjes, er woont vast nog iemand, dikke mansion. Nee, het zit dicht met metaalplaten van een of ander securitybedrijf. Oh. Heb je daar de kerncentrale, is pittoresk op de achtergrond. Alles leeg. Kapot. Dit is de kerk van Doel. Die gaat sowieso nooit afgebroken worden. Ik las dat die, als de haven hier dan echt komt, dat die dan ergens anders neergezet gaat moeten worden. Ik weet niet hoe. Ja. Toeristen. Daar in dat bruine huisje woont nog iemand. Hier stond ooit een huis. De villa. De hoofdweg van Doel. Er rijden hier wel wat auto's, maar dat zijn allemaal toeristen. Oké, we zijn weer terug in Antwerpen. Ik ben echt kei blij dat ik het Doel ben geweest. Want ik ben er al 2 jaar heen. Maar er gaat geen bus meer. Dus dat was altijd heel moeilijk. Maar aangezien Doel gaat het bijna binnenkort, ben ik heel blij dat we zo op de valreep nog zijn geweest voor het te laat was. Het is nu wel heel raar om weer in de gewone wereld te zijn. Heel surrealistisch. Maar goed, het was echt een avontuur. Ik ben helemaal excited. Morgen een nieuwe dag.